Werknemers van de RET en hun collega's van het GVB hebben zondag in Amsterdam gedemonstreerd tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. In drie grote steden lag het openbaar vervoer gedurende de staking plat. Otviel gaat toch meten of er benzeneemissies vrijkomen op de terminal. Eerder deze week stelde GroenLinks voor om permanent te controleren bij het tankopslagbedrijf in de Botlek. In eerste instantie wilde Otviel daar niet aan toegeven, maar het Rotterdamse bedrijf gaat nu toch overstag. Het arrestatieteam van de politie is zaterdagmiddag twee woningen binnengevallen aan de Oude Maastraat in Schiedam. Een ooggetuige zag een man met een vuurwapen naar binnen gaan. Later bleek het om een nepwapen te gaan. In totaal werden er drie imitatiewapens gevonden. Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen Vitesse met 4-0 gewonnen. John Quadetti scoorde twee keer voor de Rotterdammers. De andere treffers kwamen op naam van Jordi Klaasje en Sikko Sissé. De wedstrijd van Excelsior tegen AZ is in de rust door scheidsrechter Kevin Blom gestaakt wegens de mist. Het zicht op Woudenstein was bij de aftrap nog redelijk, maar naarmate het donker werd, zagen de spelers steeds minder. In de eerste helft was er niet gescoord. Het weer: maandag blijft het grijs en mistig bij maxima van rond de 7 graden.